De Jeugdactiefweek 2018 zit er bijna op. We zijn op de vrijdag en dat is de slotdag van deze kindermanifestatie. Zijn we nog even wezen kijken wat er allemaal los was op het festivalterrein. En we hebben natuurlijk reacties van ouders, van kinderen, deelnemers. Natuurlijk de Vliegende Brigade, de directeur van alles, Sander Pieters. En iemand die 50 jaar lid is van Jeugdactief als deelnemer en in de leiding en staat tegenwoordig in de keuken. Het komt allemaal voorbij in dit laatste item bij Avilo TV van Jeugdactief 2018. Hoi, hoe heet jij eigenlijk? Lola. Hoi Lola, jij hebt een geel shirtje aan en in welke groep zit jij? Groep geel. Groep geel. En het is voor jou een speciale dag vandaag, geloof ik, hè? Het is mijn verjaardag. Heb jij een verjaardag? En hoe oud ben je geworden? 5. Oh, wat een mooie leeftijd, zeg, 5. En jij hebt de hele week meegedaan met Jeugdactief. Ja. En hoe vond je het? Leuk. Wat vond je nou het allerleukste wat je hebt meegemaakt? Dat ik heel veel snoepjes mag. Dat je heel veel snoepjes mag. En het verhaal, vond je dat ook een beetje spannend? Nee. En het toneel, vond je dat leuk om naar te kijken? Ja. Als u nou terugkijkt op de Jeugdactief Week, wat vindt u ervan als ouder zijnde? Oh, geweldig. Ja, ik vind dat het heel leuk is voor de kinderen. Ja. En ja. Je moet ze wel elke dag halen en brengen, hè? Ja, maar dan zie je wat gebeurt en dat het heel leuk is. Hebt u het een beetje meegekregen, het verhaal en zo, en waar ze allemaal mee bezig zijn? Ja, een beetje wel. Ja. Van die aliens. Ja. 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 Nog spannend, hè, straks? Ja, ik hoop dat de aarde veilig blijft. Ja, laten we maar hopen, hè? Ja. Want je dochter heeft al aangegeven dat ze hier volgend jaar wil blijven slapen. Ja, dan moet. Ja. Al met al een tevreden ouder over de Jeugdactief 2018? Ja, heel erg tevreden. Jeugdactief staat bekend om zijn prachtige decors. En daar is natuurlijk een speciale ploeg voor, een zogenaamde bouwploeg. En we hebben er twee natuurlijk voor het mooiste decor van 2018 zitten. De namen zijn? Bart Lips, Danny Soeters. Doen jullie dit soort activiteiten al lang? Ja, ik doe het al heel lang. Ik ben heel lang lid van deze grote familie. Ik denk al 30, 35 jaar. Ja. Hoe zit het met jou? Ondertussen denk ik een jaar of 10 dat ik er al bij zit. Bij diverse onderdelen. En bij de bouwploeg is dit nou mijn derde jaar. Ja, die decors, ja, die worden alom geroemd natuurlijk. Hè? En de vraag is natuurlijk van, ja, wanneer beginnen jullie daar eigenlijk aan? Want daar heb je nogal wat tijd voor nodig, lijkt me. Ja, eigenlijk, wat het belangrijkste is voor ons, dat we iedere woensdagavond om 8 uur in de jas beginnen. De jas aan de Vermeerstraat, met een bakje koffie. En eigenlijk volgende week gaan we evalueren. Gaan onze spullen opruimen, dat we het weer netjes hebben. En ongeveer 1 december, half december, willen wij wel een richting, zodat we wel verder kunnen. Voor het volgend jaar. Dan heb je een richting van het verhaal waarschijnlijk, van de regisseur en van de verhalenlijn. En dan gaan jullie waarschijnlijk, lijkt me, schetsen maken. Ja, aan de hand van het verhaallijn, althans het idee wat ze hebben, gaan we eigenlijk met de ploeg om tafel zitten. En dan gaan we gewoon brainstormen van oké, wat hebben we afgelopen jaar gebouwd, wat is er nog niet geweest. En hoe gaan we kijken hoe we de hele boel in elkaar kunnen draaien tot een podium zoals die hier staat. En dan beginnen we met schetsen. En dan zeg maar na een maand moeten we eigenlijk weten hoe, wat en waar. En dan kunnen we daadwerkelijk gaan beginnen met bouwen. Dan heb je natuurlijk het hoofddecor, hè, waar op vrijdagavond 1000 kinderen en even zoveel ouders staan te kijken naar het einde. De apotheose van de jeugdweek, zullen we maar zeggen. Maar je hebt ook nog gewoon de decors bij de verschillende groepen. En wat voor ideeën krijgen jullie daarvoor? Andersom, denk ik. De themacoördinatoren ontmoeten elkaar een aantal keren per jaar, ik zeg maar 1 keer in de 2 maanden. En als ze weten wat wij gaan bouwen, kunnen de groepen daar hun eigen decors voor verzinnen. Maar dat is wel aan de hand van de leeftijd natuurlijk. 1-2 heeft een ander decor als 7-8. Dus de themacoördinatoren die bepalen voor een stuk ook van hey, zo ziet het hoofddecor eruit en dat wordt ongeveer jullie richting. Maar de eigen creativiteit van de groep is juist ook heel leuk. Net zo goed als wij voor een stuk kunnen bepalen. Is natuurlijk voor de groep heel leuk van, nou, dit gaan we bouwen. Want daar krijg je natuurlijk een stuk motivatie van. Ja. En wat gebeurt er met die decors? Want ik kan me nog herinneren van een paar jaar geleden die geweldige Trollenkoning. Ja. Nou, daar vond ik wel zo'n super ding. Nou, toevallig hebben we het afgelopen jaar inderdaad, of afgelopen week over gehad. Hebben we het eigenlijk zonde vinden om hem ieder jaar weg te gooien, zeg maar. Maar we willen eigenlijk het komend jaar misschien wel landelijk gaan kijken van kunnen we niet iets dingen van anderen lenen en hun van ons. Ook milieutechnisch hoor. Het is natuurlijk zonde om dit allemaal weg te gooien, dat is één van al het werk. Maar ook dat we met andere jeugdweken in Nederland, toevallig dat we het van de week over gehad hebben, wat meer kunnen gaan samenwerken. Het is zonde om het weg te gooien. Je zou er zelfs een carnavalswagen van kunnen maken, ziet me zo even erbinnen. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Je zou kunnen zeggen van nou jongens, hey, we gaan aan de hand van het bouwen, zo gaan we een thema en laten verzinnen.
En dan, je zet hem op een wagen inderdaad. Ja, dat zou kunnen. We zijn gebeld deze week door Haren Helvoort. Die hadden dinsdag wel interesse. En wij zeggen van, nou, je mag wel mee, maar dan moet je wel zelf afbreken. We gaan hem daar niet opbouwen, hè. Maar als het onder die conditie komt, graag. Want één, hij wordt weer gebruikt en het scheelt ons veel tijd. Want wij moeten morgen vroeg weer alles afbreken. Ten slotte, wanneer zijn jullie tevreden? Wanneer gaan jullie met een fijn gevoel weg hier qua decor, zal ik maar zeggen? Nou ja, als er vrijdag aan het einde van de middag gewoon de boel opgebouwd is en de puntjes op de i gezet. En wij, als wij dan elkaar aankijken en wij zijn allemaal tevreden, dan hebben wij zoiets van, dit is het. Het is toch al het moment waar je naartoe gewerkt hebt. Als het allemaal klopt, vanmiddag ook. Als de kinderen stil zijn en de ouders zijn stil en met onze special effect, dan staan wij. Wij zien er zelf niks van, maar wij staan achter het decor. Ja, dan hebben we wel zoiets als een potje bier pakken of wij van, hé, we hebben een leuk jaar gehad. Ja. Dag Bram, jij bent met een groen shirtje aan, hè? Wat betekent dat? Dat ik naar drie of vier ga. Ja, geweldig hè. En jij gaat naar groep 5 straks? Nee, ja, ik ga naar groep 4. Oké. En jij hebt een groen shirtje aan en je bent hier al de hele week geweest, hè, bij Jeugdactief. Wat vond je ervan? Leuk. Ja, en wat vond je het allerleukste? Dat DJ Jack ging rappen. Dat je? Dat DJ Jack ging rappen. Oh, dat rappen, vond je dat leuk? Ja. Ja. Maar ik zie hier ook een heleboel mooie hutten staan. Heb jij daar ook aan meegeholpen? Ja. Ja. Heb je er dikke vingers aan gehouden of dikke duimen? Ja. Ja? Heb jij met een hamer en een spijker op je duim geslagen? Ja, één keer. Oh jee, en toen? Weet ik niet meer. Dat weet je niet meer. Dus zo erg pijn heeft het niet gedaan? Nee. Ja, hoe is het nou om als vader zijnde om je kind hier als het ware neer te zetten, af te geven? Ja, super. Hartstikke leuk. Hij leefde er al de hele week naartoe, dus dat is al helemaal leuk. Je krijgt van tevoren al een heel verhaal mee van waar het thema om gaat. Ja, zo'n jongens en meisjes worden van tevoren helemaal ingelicht. Ja, het is gewoon echt super leuk. Echt heel leuk. Ja, zeker. Wat doen hier zo'n 1000 kinderen aan mee? 500 leidingen? Het is wat, hè? Ja, het is wel een hele grote happening. Maar als ik zo rondom je heen kijk, dan is het natuurlijk wel echt heel super geregeld. Dus, En wat dacht jij? Ik ga als vader ook eens even kijken, want het zijn meestal moeders hier die de kinderen komen afgeven. Ja, nou ja, kijk, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk een voordeel. Ik werk in de horeca, dus ik ben overdag natuurlijk altijd vrij. En ja, ik vind het zelf altijd leuk om al die verhalen, als je me ophaalt, om die verhalen te horen. Ja, dat is onbetaalbaar. Dus, dat is zelf ook nog meegedaan vroeger met Jeugdactief? Nee, eigenlijk nooit niet. Ik heb daar wel van de week nog met ons vader en moeder over gehad, van waarom mocht ik eigenlijk nooit mee. Maar ze zei, ja, jij ging mee naar Kamp Ladel. Ja, dan is het dus... Het is een van de twee. Een van de twee. En Bram die mocht kiezen en hij wou ze eigenlijk allebei. Dus ik zei, nou, omdat jij zo'n lieve jongen bent, maar dan ga je allebei. Dus dat is wel... Met zo'n vader moet dat ook wel kunnen lukken natuurlijk, hè? Wel toch. Voor je kinderen doe je alles. Ja, we zijn met onze televisieploeg eens neergestreken bij twee letters, VB. En dan gaan we natuurlijk eens even vragen, waar staat dat voor? De Vliegende Brigade is een groep die na groep 8, als je mee kan doen als kind, dat je daar door kan stromen om hulpleiding te worden. En jullie zijn de coördinatoren van de Vliegende Brigade. Hoeveel pubers hebben jullie in jullie pakket zitten, zal ik maar zeggen? We hebben 80 in totaal. We hebben 40 eerstejaars, 40 tweedejaars. Ja, en dat is bij elkaar 80. Want dat is een gouden vondst, hè, die Vliegende Brigade. Want waarom is die in het leven geroepen? Omdat het zo is, als je klaar bent met groep 8, dan kan je een paar jaar niks doen voor Jeugdactief. En nou, op dit moment houden we iedereen mooi in de organisatie. En iedereen is daarna super gemotiveerd om leiding te worden. En ze blijven betrokken. En, ja. Want anders... Als ze vertrekken, dan zijn ze weg, hè? Dan 9 van de 10 zijn ze dan weg, ja. Maar het mooie is ook dat ze bij de VB leren, in het eerste en tweede jaar, niet voor niks hebben we dat opgedeeld, dat ze in het eerste jaar leren van, nou oké, hoe leer je spelletjes uitleggen, helpen op een post, een beetje alvast leren om leiding te zijn. En bij het tweede jaar gaan ze echt met een groepje mee. Nou, en dan leren ze echt hoe het is om leiding te zijn. Alle groepen zijn herkenbaar met een kleur, hè? Dat kennen we. De kleuters in geel en 3-4 in groen en 5-6 in blauw en rood 7-8 als ik het goed heb. Maar jullie hebben ook de eigen kleur, hè? Zeker. Ja, wij zijn de trotse eigenaren van de zwarte kleur. Ja, zeker. En dat is natuurlijk heel gunstig, want zeer herkenbaar ook voor iedereen. Ja, zeker. Als het heel warm is, is het een beetje nadelig. Maar dit jaar is het perfect. Ja. Maar liefst 80 pubers hebben jullie rondlopen, zal ik maar zeggen. Of moet u de leiding overgeven? Ja. Hoe gaat dat dan verder? Hebben jullie voldoende coördinatoren die dat allemaal kunnen sturen? Ja, uiteraard. Wij zijn met z'n zessen. En we hebben ons met z'n tweeën opgedeeld. En dan zijn we per groep, dus bij 1-2 zitten twee van ons. Bij 3-4 zitten twee van ons. En bij 5-6 zitten twee van ons. Dus zo kunnen we het zelf ook een beetje makkelijk overzichtelijk houden. Want ja, je kunt niet op elke plek tegelijk zijn.
bij de bivaknacht is het wel altijd nog een beetje een uitdaging. Ja. Want dan hebben we ze allemaal in het begin super enthousiast, vol energie samen. En dan is het wel gekke huis, maar dat maakt het ook heel leuk. 80 genoeg of zeg je volgend jaar liefst nog meer? Nee, ik denk voor nu 80 wel genoeg is. We willen dus ook een vol programma bieden. En als je heel veel kinderen hebt, dan is het ook lastig om hem helemaal vol te krijgen, de agenda. Dus 80 is prima. Dan gaan jullie ook een beetje naar de kinderen van groep 7, 8, met name van 8, al een beetje lobbyen van jongens, wordt volgend jaar lid? Ja, toevallig gisteren gedaan. Dan hebben we de hele groep bij elkaar en dan praten we even van wat is de VB? Nou, een beetje eigenlijk het verhaal wat we net hebben besproken. Nou, en dan delen we daarna briefjes uit. Kinderen kunnen zich dan aanmelden, dat is wel belangrijk. Ze moeten dan een mail sturen naar het e-mailadres. Wat op de eerste reactie is natuurlijk, ja, mooi niet. Ja, eerste reactie is, ja, zeker wel. Er waren er maar drie, ik heb ze geteld, er waren maar drie die het niet hoefden. Dus, maar goed, we moeten dan loten. Want als er zich 80 mensen aanmelden en we hebben maar voor 40 plek, ja, dan moeten we helaas soms mensen teleurstellen. Voldoende doorstroming, merk ik. Absoluut, ja. En het moet ook wel, want zonder VB is er geen jeugdactief. Ja, zo zwart op wit zou ik niet durven stellen. Maar ik denk wel dat we een mooie bijdrage kunnen leveren voor jeugdactief. En jullie zijn er volgend jaar zeker weer bij. Wij zijn er volgend jaar zeker weer bij, ja.